Vandaag maken we een hartige courgette cake. Heerlijk voor de lunch, als tussendoortje, maar ook voor mee naar je werk of voor de kinderen op school. Ik laat je zien hoe. Als eerste ga je de courgette grof raspen. Dan plet je 2 teentjes knoflook en hak je deze samen met een grote ui fijn. Fruit het aan met een beetje olie in de pan en roerbak de courgette erbij. Breng het royaal op smaak met pepers en doe het in een kom zodat het af kan koelen. Klop in een andere kom de eieren los en schenk de olie erbij. Nu doe je er ook alle andere ingrediënten bij, zoals de walnoten, feta, pecorino kaas en het bakmeel. Naast de feta doen we de pecorino kaas door. Voeg dan verder geen zout toe, want die kazen zijn van zichzelf al zout genoeg. Schep nu alles op en voeg een royale scheut witte wijn of water bij om het allemaal iets vochtiger te maken. Beboter een cakevorm en schep het cakebeslag in de vorm. Plaats de cake nu voor ongeveer 30 minuten in een voorverwarmde oven. Wanneer de courgette cake klaar is, haal je deze uit de oven en laat je hem een beetje afkoelen. Haal hem uit de cakevorm en snij in plakken. Heerlijk om een groene salade bij te serveren. En wat je over hebt, geef je de volgende dag aan de kinderen mee naar school of neem jezelf mee naar kantoor. Enjoy! Vond je dit een leuke video? Geef het dan een like! Wist je dat je ook gratis kan abonneren op mijn YouTube-kanaal? Dit doe je door op de abonneerknop te drukken. Tot de volgende keer!